Ja, en dan weet ik dat u na die wedstrijden dan graag naar de snackbar gaat. Klopt. En dat u zich daar dan ergert aan iets. Ja, klopt. Nou, ik zelf had het eerst nog niet door, maar ik was naar een wedstrijd van FC Groningen geweest en ik ging naar de snackbar hier bij mij in de buurt. Ik had zelf een trainingspak aan, want het was koud buiten. En ik stond naast een andere meneer in een trainingspak en die was enorm aan het voeteren tegen een briefje wat daar hing. En dat ging over de plastic tax, de plastic belasting op plastic patatbakjes. Ja. En dat de ondernemer aangaf, ja, het spijt ons, maar wij moeten 10 cent meer gaan rekenen voor een patatje, een afhaalpatatje, omdat de overheid heeft besloten dat wij consumenten moeten gaan belasten op hun gedrag. En ja, naar aanleiding daarvan heb ik samen met Silvio Erkens van de VVD een voorstel gedaan om de plastic tax af te schaffen. En met de gedachte erachter dat wij vinden dat de echte producenten van afval, oftewel producenten die het maken, moeten worden aangepakt. Die moeten we belasten en die moeten we normeren om ervoor te gaan zorgen dat zij schoner gaan produceren. En dat is gelukt. In plaats van mensen met dit soort pesttaxen dwars te zitten. En dat is gelukt. Ja. Ja. Maar nou, want dat zat ik dan te denken. Dan, als u die bedrijven gaat belasten, dan worden die bakjes friet toch alsnog duurder? Om even een grote systeemdiscussie achterwege te laten, dat klopt, deze analyse. Ja. Als je grote bedrijven inderdaad gaat belasten, dan kunnen ze dat inderdaad doorrekenen op hun prijs. Maar daarom zeg ik ook, je moet normeren. Oftewel, je moet regels stellen om de productie te veranderen. Het beste voorbeeld hiervan is het gat in de ozonlaag. Dat werd veroorzaakt door gassen die in deo-bussen zaten en in oude koelkasten. Toen is er een maatregel gekomen dat die gassen niet meer gebruikt mochten worden. En wat zien we nu? Gat in de ozonlaag groeit weer dicht. Heel veel mensen die het niet breed hebben, ja, zich inderdaad één gepest voelen door dit soort belastingen. En het legt de verantwoordelijkheid niet daar waar die hoort. De verantwoordelijkheid hoort bij de producenten. En als je dat niet doet, dan verdwijnt ook het draagvlak voor mensen voor bijvoorbeeld klimaat- of milieumaatregelen. Terwijl mensen donders goed weten dat het belangrijk is dat we in een schone leefomgeving met elkaar wonen, leven en werken. Ja. En dat onze wereld nog een tijdje langer door moet. Het is vrijdagochtend. Vanaf 1 januari 2024 moet in principe in kantoren gebruik worden gemaakt van herbruikbare bekers. Vandaag ga ik op bezoek bij de gemeente Utrecht om te zien hoe zij dat doen. Daarom hebben wij gekozen voor de Billy Cup. Statiegeld voor het bekertje is 1 euro. Op het moment dat ze klaar zijn met hun koffietje of theetje, dan komen ze weer terug bij de koffiebar en dan leveren ze de gebruikte beker in, ruilen ze hem om voor of een nieuw koffietje met een nieuwe beker of een statiegeldmuntje. Hoeveel eenmalige bekers hebben jullie al vermeden en merk je dat ook in de afvalhoeveelheid? Zeker. We hebben sinds de invoering, halverwege oktober, hebben we al 26.000 wegwerpbekers bespaard. Dus dat is op jaarbasis meer dan 100.000. Daar zijn we wel heel blij mee. Thomas, dankjewel voor het bakje koffie en tot ziens. Graag gedaan, we zien jullie graag terug.